En ja, onze nieuwsdienst brengt u deze week het gevoel van kerst, waarbij we op zoek gaan naar de mooie verhalen rond kerst. We starten vandaag met de resortraad Munder, die 100 behoeftige burgers met de kerstdagen gedenkt. De secretaris van de resortraad Munder, en dat is Shailesh Ramdien, zegt dat ze proberen om op belangrijke nationale feestdagen de behoeftige mensen in het resort tegemoet te komen. De verdeling van de pakketten begint vandaag en gaat door tot en met woensdag. Het is gewoon om een kerstpakket bestaande uit een kerstbrood, een kuipje boter, een aantal plakjes kaas en een 1 liter doos sap. Dat echt iets is, kan je zeggen, voor de mensen die heel graag op het kerstfeest, weet je, een genot van een stukje kerstbrood, het kerst kunnen doorvieren. Want heel veel klachten die we hebben gehad is van, kerstbrood is zo duur geworden, weet je. Ik kan het niet kopen, dus meer in die kader dat we dus deze items hebben gezet in het pakket. Dat ze dus naar richting kerst toe met een kerstbrood, onder genot daarvan, dus hun kerst kunnen doorbrengen. De resortraad Munder heeft eerder al pakkettenprojecten uitgevoerd, namelijk bij de opening van het nieuwe schooljaar en tijdens Diwali. Ramdien zegt dat de resortraad continu aan het evalueren is of de mensen tevreden zijn met deze pakketten. Sowieso blije gezichten, mensen zijn blij dat ze iets krijgen, want alles is zo duur. En omdat wij ook zelf hebben gezien uit onze analyse dat de vraag heel groot is, proberen we ook een beetje te roleren. We hebben eerst schooltasproject gedaan in september. Hebben we dus een aantal gezinnen geholpen. Vervolgens het Diwali-pakket hebben we dan andere gezinnen weer geholpen. En nu met kerst hebben we weer andere gezinnen. Dus zo een beetje trachten we dat een beetje ieder aan de beurt komt. Want de behoeftige lijst is heel groot. En ook bij Eid gaan we dus weer naar andere personen toe stappen. Dat iedereen een beetje een beurt krijgt en ieder moet zich tevreden voelen. Kerst en oud opnieuw zijn eigenlijk gekoppeld aan elkaar. Zoals ik al zei, de nationale dag, het heeft een nationaal karakter. Alle bevolkingsgroepen in het land vieren het. Dus het was eigenlijk al reden genoeg om voor ons dat te doen. Want ook de behoeftigen die zijn geïdentificeerd zijn, om het zo te zeggen, niet van één geloof, niet van één bevolkingsgroep, niet één religie, gewoon echt behoeftigheid heeft boven het dag gestaan. De mensen die het echt niet kunnen permitteren zijn aan bod gekomen. En ook wat betreft de politieke kleur, alles dat is achterwege gelaten. De mensen weten het ook zelf, wij geven aan iedereen, ook bij Diwali, ook bij schooltassenpakket. Wij zijn resortsraadsleden voor het resort. Dus het politieke is even achterwege. Het gaat nu echt om de behoeftigheid. En die doelgroep willen we helpen. En dat was dus Shailesh Ramdien, hij is secretaris van de resortraad van Munder. Het kerstpakkettenproject is het grootste project welke de resortraad Munder tot nu toe heeft uitgevoerd.